Hey mensen, je kijkt naar Spooky1611 en welkom bij een nieuwe livestream. Het is tijd voor de Grand Prix of Marbles Championship 308. En we doen die even voor de Canadian Grand Prix. Natuurlijk, het gaat mogelijk regenen bij de Formule 1, maar dit is een Formule 1 thema game, deze Community Night. Tenminste, wij doen het in Formule 1 thema. En dan is het een beetje raar als het gelijk komt met de Formule 1. Maar dan weten jullie, dat is de enige waar we langs skippen. Of het moet een WK-finale zijn of wat dan ook. Dan ook. Maar dat is logisch. En wij gaan 24 races vandaag doen. Rondom allemaal mooie banen. We hebben een puntentelling zoals normaal gesproken ook in de Formule 1. En voor de early goers, al zijn het er maar 5... qua mensen, maar ik zou het leuk vinden als je er bent. Gaan we meteen beginnen met de eerste baan. Moet wel even kijken of alles goed klopt. Storm, dankjewel voor het gebruiken van je Prime Subby hier omhoog. Wow, yo. Prime Subbies zijn altijd welkom. Dankjewel voor supporting the channel. Geen reclames hier. En ja, Prime Subbies voor de creator worden natuurlijk wel wat minder waard. Maar elk klein beetje support, die telt. Helaas worden subbies weer wat duurder in juli. Maar wel de originele prijs hoe het ooit was. 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1. Dat is de puntentelling zoals je die kent in de Formule 1. Het is deel 308 alweer. Dat betekent dat we 308 weken dit al aan het doen zijn. Nou, tel maar terug wanneer we dan ongeveer zijn begonnen. 1 week hebben we gemist. En we hebben hem enabled, hè? We hebben hem zeker enabled. Dat betekent dat we gaan naar Convergence, mijn favoriete baan. Thomas, gaat het regenen vanavond? Get ready, uitroepteken play. Ready. Doe gezellig mee. Oh my god, dankjewel voor het liken pro-streamers. Oh, dat is een of andere random bot channel. Het delen wordt altijd gewaardeerd, want niet iedereen weet dat we hier er nu zijn. Dat is altijd een beetje moeilijk. Dat is always a little bit difficult. Dus hoe meer er gedeeld wordt, of geretweet wordt, of gerepost wordt, hoe meer vreugde. Oké, deze app die ga ik even opnieuw proberen nog. Er is weer een app die niet goed wil. Alright. Start! Sorry. Start your engines! Als Sander race in Canada, doen we deze datum? Als ik race in Canada, doen we deze datum? Oh god, nee, 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 nee. Nee. Er is 80% kans dat het gaat regenen vanavond. Get ready. Maar laten we nou niet even deze datum onthouden voor als ik de volgende keer op Montreal ga simracen. Dankjewel. Dankjewel. Dat zou ik heel erg fijn vinden. Poesje, dankjewel voor de 30 maanden. Je bent een baas. You're the boss. Thank you very much, Poesje. Thank you very, very, very much for supporting the channel. En ik hoop dat Ferrari een beetje goed terug kan komen voor je, man. Als je de Formule 1 gaat kijken, maar dat denk ik wel. Dan onthouden we hem als niet gekozen. Nee, je onthoudt hem gewoon niet. Gewoon niet deze datum onthouden. Ik weet dat in de simracing game dat daar het echte weer dan geparst wordt. Maar dan hoop ik heel erg dat er... Oh nee, want het regent nu overdag daar. Och, jezus. Laat maar. Leclerc was niet blij. Nee, ik heb Leclerc zelden zo boos gezien. Hij weet eindelijk een beetje er tegenin te gaan tegen Ferrari. Doet hij al wel hoor. Hij doet het al een lange tijd. Maar dit was wel echt de tegenin, zeg maar. Je zou zeggen bijna nog wat heftiger als dat Ferrari normaal gesproken zou willen. Dat vind ik wel goed van hem hoor. Want het was ook niet goed geregeld. Het was ook weer even oldschool Ferrari. Die komt soms even voorbij. Damn Jesse de Gamer, waarom ga je meteen zo hard? Maar kijk mij! Spooky1611! Mijn favoriete marble!
Speedbootje Perez. Ja, wat is dat toch met Sergio Perez? Waarom moeten we nog 2 jaar lang Sergio Perez gaan kijken? Die man die heeft die auto niet meer onder controle. Die krijgt daar geen snelheid meer uit. Nou is die Red Bull ook niet de makkelijkste auto. Want ze hebben natuurlijk dat hele speciale geprobeerd voor de aero. Maar kom op. Kom op zeg. Ineens pushen naar P1. Nee, hij heeft net verlengd, Thomas. Hij kan toch niet ineens zomaar het niet meer gaan halen? Tjo, yo, yo, dat gaat hem niet worden, man. Hij gaat gewoon door. Hij gaat gewoon door tot het einde der tijden. Hij heeft misschien secret messages van Christian Horner of zo op zijn computer staan. En dan is hij sowieso veilig. Maakt niet uit wat hij doet. Maakt niet uit wat hij doet. Hij is sowieso veilig voor Christian Horner. Lorzonics! Lorzonics, dankjewel voor de tier 1 sub. I appreciate you, man. Hoop dat je een goede week hebt gehad. En Lorzonics zegt, nu al live? Ja, dat doen we om jouw trollbanen tegen te houden. Oh, shit. Je remind mij dat dit niet de eerste baas zou moeten zijn. Fuck. Ja, ik moet het wel doen. Ik moet het wel doen. Ik moet het wel doen. Waarom komt Lorzonics langs zo vroeg? Oh. Er was nog iemand met een baan aanvraagd die we niet konden doen vorige week. Want alle banen waren aangevraagd. Niet doen, kies maar gewoon een baan. Oh, echt? Hoi. Oh. Oh, man. Meteen hartaanvallen, hè? Meteen hartverzakkingen. Alles erop en eraan. En push je meteen naar P2. Oh, man. Je bent een baas. Je bent een baas. Het gaat al regenen in real life bij de Formule 1. Dus dat is al heftig genoeg. Genoeg DNF's. Nee, we weten niet of het gaat regenen. Maar het zag er heftig uit. De regen bij de Porsche races. De Porsche races waren net... En de baan was wel nat. Godfather Ken is de winnaar van de allereerste race met push op 2. En Spooky Sessionel van 3. Qua teamracing is de mooie 1 ten opzichte van 0. Ja, precies. Als het echt zo hard blijft regenen, dan gaan ze toch weer hier rijden. Maar dat maakt ook meteen de keuze om, om de livestream ervoor te doen. Want ik verwacht, als er een beetje regent, dat het een veel langere race wordt dan even snel 1,5 uur. Dus daarom moeten we het er wel voor doen. Alright, nou, ik mag zelf een baan kiezen van Lorzonics. Nou, I'll take that baan request, want dan ga ik gewoon nog een keer converters doen. Succes, Lorzonics. Lekker genieten van de resultaten. Wie denk je dat het gaat winnen vandaag? Hangt er vanaf of het regent of niet? Maar als het regent, dan gaat Logan Sargeant winnen. En als het niet regent, dan wordt het Max Verstappen. Dan wordt het Max Verstappen. Wat is dit voor nieuws trouwens? What the fuck is dit? Horner lijkt zich te verspreken over contract Perez. Christian Horner lijkt door een verspreking details te hebben vrijgegeven, bedoel ik, over het nieuwe Red Bull contract van Perez. Hij probeert het ook meteen recht te zetten. De vraag of Tsunoda ooit is overwogen, antwoordt Horner, ze zijn allemaal Red Bull coureurs. We hebben besloten om Checo te verlengen voor nog 1 jaar. Maar ondertussen willen we ook de optie van Yuki lichten. Hij doet het geweldig bij RB. Dus ja, hij blijft nog 1 jaar. Huh? Heeft hij wel een 1+1 contract dan? Geen idee. Get ready. Christian Horner, waarom verspreekt ze? 1 jaar dus. Ja, what the heck, Martje? What? Ik begrijp dat niet. Het ziet er blijkbaar wel uit... Maar Helmut Marko die zegt, nee, het is geen 1+1. Het is 2 jaar. Dus wat is het nou? Krijgt iedereen gratis?
Stormum V33 geeft een gift sub aan Bas 1215. Welcome back by the Spooky Family. Get ready. Doe gezellig mee. Ik weet het is early, dus dan wordt het allemaal wat moeilijker. Sommige mensen weten het niet eens. Maar iedereen is welkom om te joinen. Je kon op mijn Discord zien wanneer het was. En let's do this. Oh my god. Als jullie de hype train doen, dan hebben we een gouden kappa-trein. We hebben een gouden kappa-trein! Kunnen we die ook halen? Want we zitten nog onder level 1 waarschijnlijk. We zitten nog onder level 1. Holy shit, we hebben gewoon een golden kappa hier, oh. Een gouden kappa. Ja, die is niet goud, Pieter. Wat de kappa is dat? Nou, dat is kappa, maar goud. De golden kappa trein. Wat een kappa is dat. Damn, Robin begint heel sterk op mijn favoriete baan. En Poesje, die hebben we hier ook met Spobot. Maar Poesje, die weet wel hoe die voorbij al deze dingen moet. Jeetje, wat een speed. Hey Bassie, hoe gaat het met jou dan? How are you doing? Net iets te laat, Bassie. Net begonnen. We hebben een level 1 kappentrein gehaald, dankzij Storm. Storm, dat is heel generous van je. Dankjewel voor het giften van 2 subs en voor het helpen voor mij om dit te kunnen blijven doen. Dat wordt extreem gewaardeerd. Echt extreem gewaardeerd. En Duspectre en Don Vito krijgen daar een sub. Even slow mijn pitstop, maar hoort erbij. Nou, ik hoop gewoon niet dat je een pitstop moet doen. Dan heb je namelijk wel eens problemen. Oh! De level 1 hype train is inderdaad net gehaald. Dus je hebt sowieso de golden kappa. GG's well played voor de golden kappa boys. Oh, oh, oh. Spobot. Of wordt het toch Poesje of wordt het Robin? Robin via de zijkant. Poesje wordt zelfs weer teruggeduwd. Oh, ze geven tegengas. Huh, hallo Poesje? Hallo Poesje? Wow. Ben je... Hallo? Wow, dat duurde zo lang. Wow. Dat heb ik nog nooit eerder zo gezien. Oh, gewoon Robin gaat sneller dan Spobot. Ah, oh, toch niet. De snelheid is er weer wat uit. Bas gaat wel sneller dan Spooky 1611. Oh nee, Spooky van het podium af. Nee. Waarom? Waarom? Oh, get down. Get down, iedereen. Wow, what the heck? Ineens Martje, spreading the love hero. Niveau 2 hebben we net gehaald daardoor. Niveau 2 Golden Kappa trein. Gefeliciteerd alle mensen in de hype train die de Golden Kappa gaan krijgen. Jullie zijn echt golden. Premium. Martje, een applaus voor jou. En deze. En ook een schreeuw. En een explosie. Je kreeg gewoon een explosie. Een plakkies? Oh, huh? Waarom zat Straight Jacket daar vast? Alright. Applausje voor Spobot. Bassie krijgt ook de goal. Aanhalingsteken. Duidelijk, Bassie. Duidelijk. Dankjewel. Aanhalingsteken. Bassie krijgt ook een gouden kappa. Spobot op 1. Robin op 2. Bas op 3. En dan is het 2-0 voor de subs. Aanhalingsteken. Alright, en de volgende baan is A Leap to Remember. En dan moet je even de intro afwachten voordat je uitroepteken playtype. Dus niet rebels zijn en nu uitroepteken playtypen. Ik kijk hoor, ik heb nu een prompte, dus ik kan de camera in kijken en ik zie meteen wanneer iemand het doet. Niemand doet het? Nee, niemand doet het. En dan mag je nu wel. RTP Calculator deed het perfect na de intro. Echt perfect getimed na de intro. Holy shit. Je was de allereerste en je timed it to perfection. Get ready, uitroepteken play. Typ uitroepteken play in de chat. Kan wel alleen op Twitch.
En dan... kan je gaan genieten van een mooie interactieve race. My Marble is net zo snel als mijn verbinding hier aan boord. Ja, is het een ruige verbinding? Ik vind het überhaupt cool dat je internet hebt aan boord. Is het een boot weer? Of is het een vliegtuig? Is het een boot? Is het een vliegtuig? Nee, dat is het niet. Maar wat is het wel? Get ready. Is het een boot? Is het een vliegtuig? Oh my god, ik schrok me dood. Hi, hoe is het? Ik vind dat Robin een 5 seconden penalty moet, want zij ging buiten de baan om mij in te halen de vorige race. En ik wil racen op het prachtige baan 16. Wat is baan 16? Ik weet niet wat baan 16 is, Poesje. Er zijn geen nummers meer. Oh, ik ben 600 keer geschrokken. Ja, ik ben best wel vaak geschrokken gisteren met Alan Wake. Oh, jij weet ook niet wat baan 16 is. Ja, ze worden niet meer genummerd. Oh my god. Oh, je bent op een platform in de haven. Ah, kijk. Kies maar één dan. Je kan kiezen bij community tracks bijvoorbeeld een gemiddelde tijd. Je mag ook kiezen voor een elimination rate. Dat is wel natuurlijk de krachtigste, want dan kan je een beetje sturen. Met je support kan je ook nog dan een beetje sturen of de baan misschien 0% ervan afvalt. Of dat er 99% vanaf valt. Of 80 of 60. Dat je zegt van, laat mensen er maar afkoekeloeren. Want ik sta bijvoorbeeld goed in het kampioenschap. Je kan ook zeggen, laat er 0 afhalen. Omdat je het bijvoorbeeld heel kut doet. Wat je ook kan doen is gewoon een keyword doen. Zoals water of wat, weet ik veel wat. En dan kunnen we een beetje gaan opzoeken of er misschien een baan is gemaakt bij de community tracks die je term bevat. Of een bepaalde user, mocht je goede banenbouwers kennen. Of je wil een standaard track en dan moet je gewoon eigenlijk de naam weten. Zoals Few Will Survive, A Leap to Remember, Castle, Siege, Darten enzovoort. 16% elimination rate. I see you. 16%. 16% valt er vanaf. Gemiddeld dan. Gran Canaria. Ja, wel nice dat je dan meteen aan het internet kan connecten. Of is het 4G-internet? Een grote kanarie is dat. De gouden kappa is gehaald! Hey! What the fuck? Ik heb ook een vet leuke zwaai. Ik kreeg van die hype train een leuke zwaai-emoji. Die is zo cool. Een liefdevolle hallo. Nou, Bassi doet weer 1 keer mee. 1 race en hij wint meteen. What the heck. Hij zegt ook, ja, gelijk gewonnen. Yo, die is zo cool geanimeerd. Hè? Kon ik dat maar. Dan had ik dat gedaan. Allemaal van die gif-animaties. Een applausje voor DH Bassi 2003. DH Bassi 2003 op de eerste plaats. Jesse de Gamer op 2. En gewoon Robin weer in de punten. Dat is knap. 135 punten voor de subs betekent 3-0. En dan gaan we naar race nummer 4. En die is gesponsord door Poesje. Bij elke 5 euro ten eerste support je de channel. Zodat ik dit überhaupt kan blijven doen. Wat ik echt super veel. Waar ik persoonlijk super veel motivatie mee heb. Dus zelfs op het randje blijf ik doorgaan. Zolang het maar mogelijk is. Maar ten tweede kan je ook een beetje speling erin gooien. Normaal hou ik ervan om heel erg gestructureerd bezig te zijn. Maar natuurlijk met ook nog dat klein beetje support erbij is het heel erg leuk om ook dan even wat anders te doen. En dat doen we! Want we gaan naar de community tracks. En dat kan echt een zee van gekke banen zijn. En we gaan naar een elimination percentage van 16%. Deze is 57 keer gespeeld en heet Wonderful Racing Base. Storm geeft 3 subs en hij krijgt er 2 eliminations voor terug. Wow, what the... Hartjes. Heel veel rood. Ziet er clean uit, hoor.
Ziet er heel clean uit. Get ready, uitroepteken play. Ready. Doe gezellig mee. Welk toetsenbord gebruik je? Oh, gewoon een gaming toetsenbord van een bepaald merk. Die mij niet sponsort. Zag er wel heel cool uit bij Alan Wake DLC gisteren. Gisteren de DLC gespeeld. Heeft van die coole functies. Heeft van die hele coole functies. Hoeveel hebben we gemist? Dit is race nummer 4, Gino. Dus dat valt reuze mee. Dat valt reuze mee. Thomas die zegt, ja, ik zat echt voor warm met die DLC. Ja, ik ook. En alleen nog maar meer. Ik zat vandaag alleen nog maar meer met die DLC. Want holy moly, er zijn nog meer dingen die we hadden gemist. Ook met die tekstavontuur aan het einde. Maar ook andere Easter eggs. Echt bizar. Super cool in elkaar gezet. Nog 20 te gaan, precies. Dus hij kan makkelijk kampioen worden, Gino. Je hebt wel een gouden kappa gemist, Gino. Dus jij kan niet kappa. Je kan niet sarcastisch gaan praten nu in de chat. Je kan niet sarcastisch gaan praten. Norris die waarschuwt dat de Formule 1 niet zo spannend wordt met de nieuwe 2026 regels. Oh. Maar waarom doen we het dan? Je kan nog steeds joinen. Uitroepteken play. Nou, als het niet meer zo spannend wordt met de nieuwe regels, ja. Never mind. Never mind dan. En nog meer leuk nieuws in deze week. In Texas vragen ze mensen om niet te gaan autorijden. Met de nieuwe regels hoor ik de helft van de teams negatief en de andere helft is redelijk stil. Ja, klopt. Dat zal altijd een beetje geduwen en trek worden natuurlijk, want ze willen allemaal hun voordeel eruit halen. Oh, de pollution is te hoog in Texas. Dus ze zeggen, willen jullie alsjeblieft geen auto rijden? They are urging residents in some areas to use different modes of transportation. Want de ozone pollution is reaching concerning levels boven Texas. De ozonlaag is veel te veel uitlaatgas. Je ziet het ook altijd aan de smog, hè? Als je skyline zo helemaal smogt up is, dan weet je what's going on. Damn. This ain't Texas. This ain't Hold'em. Alright. Nou ja, dan maar niet meer auto rijden. Dat proberen ze hier in Nederland toch ook. Alle binnensteden proberen ze auto vrij te maken en zo. Want alles moet groen. Groen! Groen! Ocon en Hulkenberg schuiven door omdat Steek beide achtervleugels even vangen en uit de pit starten. Oh damn. Lekker bezig, Steek. Oh, ik dacht dat je daar doorheen kon, joh. Maar daar kunnen we niet doorheen. We hebben Martje hier, oh. Die lekker zijn eten in de oven doet. En we hebben Spoelie 611. Maar wie staat er nu vooraan? RTP-calculator staat toch meer vooraan dan Werner? Als dit symmetrisch is, zou je dat wel zeggen, maar... Ja, het is symmetrisch. Oh. RTP-calculator staat vooraan. Ik hoop dat Audi steak fixt. Lekker een steak eten. Nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik ook. Toch lijkt mijn RTP-calculator hier meer voordeel te hebben om door het gat te komen. En dat is ook zo. RTP-calculator, die moet daar nog naar beneden. En dan ga je daar door de finish. Wow. Steak F1 team. Is dan je vlees... is dat dan in de vorm van een Formule 1-auto? Wat is het raarste, maar waarste nieuwtje van deze week? Wat? Wat lees ik hier? Aero van een biefstuk. Ja, dan moet hij wel genoeg flap hebben. Een applausje voor RTP-calculator. RTP-calculator wint deze race met Werner de Mick. En daarna Bas 12-15.
En dan gaan we naar Team Racing en dan zien we een hele mooie 4-0. Dit was gesponsord door Pushen. Een hele coole baan. Ik vond hem clean. Ik vond hem heel clean. Als ik hem een duimpje omhoog kon geven, dan had ik hem gegeven. Mag jij altijd doen, Thomas. Je mag het altijd doen. Wij gaan naar de volgende baan. En de volgende baan is weer volgens onze general schedule. En dat is Love is in the Air. Live vanuit de keuken. Martje 84. Wat gaan we vandaag bakken, Martje 84? Ik lees nu zoiets raars. Maar het populairste deze week, dat is iets wat we niet hadden verwacht. In het Amazonegebied, waar nog echt van die ouderwetse tribes zijn, daar is het een beetje gek. Daar is het een beetje gek. Ze krijgen daar steeds meer internet connectivity. Ook daar. Zelfs daar komt nu internet. Zoals het Starlink internet van Elon Musk met zo'n satellietding en zo. Naar de satellieten gericht. Waardoor ze daar ook internet hebben. Maar een teruggetrokken Amazon tribe die nu internet access heeft. Al die oude stamhoofden die zijn een beetje concerned. Die zijn heel erg concerned geraakt. En de reden waarom ze zo concerned zijn geraakt is omdat op het moment dat ze internet access hebben, zijn ze nu daar helemaal van de porno en de social media. Dus die worden helemaal geconnect aan het internet. En die hebben dus, kijk, dikke Starlink-apparaten. Maar het zijn echt nog van die oldschool tribes en zo. Kijk hier, allemaal mooie Starlink-satellieten. Dat is hoe Robin ook haar internet krijgt in het Groningen platteland. Helemaal teruggetrokken. Kijk, allemaal Starlink. En je ziet echt nog van die oldschool tribehoofden met van die oldschool pakken en zo. Kijk, daar zijn ze allemaal helemaal nog volgens de oude geleerden. En ja, hey, kijk, die zitten helemaal diep in de forest. Kijk, echt zo van die oude vrouwtjes nog helemaal in van die pakjes. En nu ineens hebben ze allemaal Starlink internet. En ze zijn er niet zo blij mee. Ze zijn er niet zo blij mee, want op dit moment willen heel veel van de jongere generaties van die tribes, die willen gebruik maken van social media en die krijgen een porno-addiction. De ouderen die complainen daarover. When it arrived, everyone was happy. Toen het kwam, was iedereen nog blij. Maar nu zijn dingen een stuk heftiger geworden. Jonge mensen worden lui door het internet. Ze leren de weg van de witte mensen. Dat is niet mijn tekst, maar dat is een quote van hun. Hij is heel erg anxious over the arrival of the service. I mean, kijk dan. Kijk hoe hun huizen eruit zien. En dan heb je zo'n Starlink-paal. Oh! Jeetje, ik schrik me dood. Daar wonen ze nog in. To be continued. Sorry? To be continued? To be continued. 2-2-2-2-2-2. Oh! Oh, satisfying. Oh my god. Hey, we hebben het altijd over satisfying nummers. Maar hoe satisfying was de kwalificatie dat het precies een 1-12.000 is en dat die twee keer gereden wordt? Hoe satisfying is dat? Plus 0-0-0-0-0. Blijkbaar weet iemand achter de schermen wat de echte winnaar was. Want ze rekenen dus blijkbaar ook nog verder dan de drie getallen erachter. Maar man, mijn brein die kon niet beter gemasseerd worden dan dat moment. Mijn brein vond dat zo fijn. Ik blijf dat fijn vinden. Ik was echt helemaal zo van, oh. Oh, ik word geholpen door Jesse de Gamer, volgens mij was dat. Wow, iemand die duwt mij meteen erin voor de win. Dat deed ik niet zelf, kan ik je zeggen. Maar ik win hem wel.
En hoe? Oh, die 1.12.000, dat was echt ziek chill. Dat was echt zo ongelooflijk fijn. Maar dat is ook heel fijn. Dankjewel voor supporting, Martje. Je mag een baan uitkiezen als je wil. Hoeft niet, maar mag wel. Of je eet je pizza. Een applausje aan Spoogie 1611. Want hij heeft de vijfde racewin alweer te pakken van dit seizoen. Nou, niet dit seizoen hoor. Maar van het Marble seizoen. En ik zie dat ik ook heel erg lekker ga. Qua punten zien we 5 voor de subs en 0 voor de non-subs. I appreciate the support, Martje. Zonder de support, once again, zou ik dit niet eens meer kunnen doen. En we gaan naar race nummer 6 en die heeft maar een 1% elimination rate. Als je er nu van afvalt, hè. Bij een 1% elimination rate, als je storm heet en je valt er vanaf... van wel even een baan met een beetje tijd. Fast dropping Jamboree, 35 keer gespeeld... Nee, doe maar wel. Dan ben je Sergio Perez, blijkbaar. Dat lees ik nu in de chat. Dan ben je gewoon Sergio Perez. Uitroepteken play kan je alleen doen op twitch.tv/boogie1611. Je bent welkom om daar naartoe te gaan. Ik zie je op TikTok, zie ik uitroepteken play. En welk toetsenbord gebruik je? De toetsenbord, dat is gewoon... een van de miljoenen standaard toetsenborden. Storm gaat eraf. Als Storm er vanaf gaat, Hero, dan eet ik mijn schoenen op. Over die Tribe trouwens. Die leven daar dus in dit soort tenten. En die hebben dus nu Starlink op een paal neergezet. We are worried young people are going to want to try it. He said of the kinky sex acts they have suddenly been exposed to on screen. Everyone is so connected that sometimes they don't even talk to their own family. Dat is echt een gek psychologisch experiment eigenlijk. Omdat deze mensen zijn er natuurlijk totaal niet gewend. It changed the routine so much that it was detrimental. In the village, if you don't hunt, fish, plant, you don't eat. Some young people maintain our traditions. Others just want to spend the whole afternoon on their phones. Oh my god. Tribes people became so addicted that Marubo leaders, fearing that history and culture, which is passed down orally, could be lost forever. They have now limited access to the internet for 2 hours each morning, 5 hours each evening and all day Sunday. Oh my god, ze limiteren het internetgebruik. Als echte ouders. But parents still worry that the damage may already be done. Another father, Kaipa Marubo, said he's anxious about his children playing violent first-person shooter games. Wow, zie je echt zo'n afgelegen plek in Amazone gebied met allemaal van die tribe leaders. En dan ineens iemand met een dikke game PC zit first-person shooters te spelen op het internet. Omdat ze nu internet access hebben. I'm worried that they suddenly going to want to mimic them, he stated. Oh my god, hun zijn nog zo terug in de tijd. Man. En ze zijn nog zo terug in de tijd. Dat is echt bizar. Eigenlijk ook wel heel bijzonder, vind ik. Hoe kan je zo... Tja. Hun beginnen dus meteen met dat soort ideeën. Van, ja. Ze noemen het alleen the way of the white people. Dat... Alright, let's do this. Let's do this, ladies and gentle people. Are you ready? Because it's time. Ja, Thomas, ik weet niet of je er bent, maar er wordt nu ook hier geretweet. Natuurlijk was... Het is niet echt een Alan Wake spoiler verder, hoor. Maar
Natuurlijk was dit de allereerste game van Remedy. Deze poster. Dat is Dead Rally. Maar dan in het Fins. Dead Rally is hun race game. En daar staat Thomas Sane als de Rijmer. Nou ja, en de allereerste game van deze developers is Dead Rally. Dus dat is precies waar Thomas en Zen dan in spelen. En wie zit er als karakter in Dead Rally? Tom de Rijmer. Dat kan je hier niet zien, maar Tom de Rijmer zit in Dead Rally. Dus letterlijk hebben ze die ook bij het universum gebracht. Hun allereerste game met Tom de Rijmer zou dan gespeeld moeten zijn door Thomas Zane. Of Thomas Sane, de Finn. Oh my god. De multiverse. De Remedy multiverse. Dat is zo cool. Love dat. Nu hebben ze alle games erbij betrokken. Jongens! Kunnen we door? Natuurlijk moet Poesje weer op dat stuk zitten wat als laatste weggaat. Dat is echt een beetje dat Charles Leclerc-ongeluk. Tenminste, ik vind dat Leclerc heel veel ongeluk heeft. Natuurlijk forceert hij het soms ook. Wow, 3 baans. Dat is wel cool, 3 baans ineens. Er is niemand vanaf gevallen, hè? Nee. Oh ja, we hebben heel veel gemist, Thomas. Bij die text-based adventure heb je ook compleet andere weg. Ook een heel verhaal als je wel de Red-Headed Woman volgt met die text-based. Dat je dan een heel verhaal krijgt tussen basically Beth en Jack. Maar dan net weer anders. Volgens mij heet die versie van Jesse dan Jess-Beth. Jesse en Beth in 1 naam. Dikker kan je het er niet op maken dat zeg maar dan alternatieve universum versies waren van dezelfde persoon. Zo droog. Ze heet Beth in Quantum Break en ze heet Jesse in Control. En dan in die text-based adventure kom je de red-headed woman tegen genaamd Jess Beth. Bizar. Wow, deze finish is groot! Niemand is er vanaf gegaan. Holy shit. Storm is niet eens eraf gegaan. Hij wint hem zelfs dan. Als je maar 1% kan... Ik ga er toch niet vanaf. Oh, ik schrok me dood. Ik denk die finish is zo groot. Een applausje voor Storm MV33. Wat Storm MV33 op de eerste plaats. Robin op 2 en Martje op de 3e plaats. En qua teamracing hebben we nu 6 voor de subs en 0 voor de non-subs. En gaan we naar race nummer 7. En race nummer 7 bevindt zich op welke baan? 12%. 12% elimination rate, zegt Martje. Want we zitten op Martjes en banen. En dan gaan we dat zeker doen. 54%. Of 54 plays heeft hij. En hij is van Harold gemaakt. Blazing Fire Nest. Oeh, dat klinkt heel stoer. Dat klinkt heel erg leuk. Een Blazing Fire Nest. Jeubig. It's on fire. Dat is wat anders dan regen. Hè? Get ready, je hebt nog een minuut om te joinen. Je hoeft alleen maar uitroepteken play te typen in de chat. Kan op twitch.tv. Voor de rest kan je overal chatten met mij, waar je maar wil. Everybody is welcome to chat. What the heck has happened here? In Engeland verbannen ze die XL-bullies, die honden. Dat is zo'n crossbreed, weet je wel. En die moeten super gevaarlijk zijn, die XL-bullies. En een vrouw is nu overleden.
die een video had gepost op het internet waarin zij danste met haar XL-bully to a song die zei I don't give a fuck about the breed being banned. Dus she didn't give a fuck. Deze 23-jarige vrouw gaf er helemaal niks om dat de XL-bully verbannen werd in Engeland. En nu is ze overleden. But if one of us dies, I hope I die first, is wat ze zei. Nicola Mori, 23-jarig vrouwtje. Zo zag ze eruit. Ja. The woman who was named locally as Nicole Mori was killed on Tuesday evening. Dit was haar TikTok. Dat is die XL-bully die verbannen wordt. Die beesten worden verbannen. She didn't give a fuck, zeg maar. Maar nu... Nu is ze dood. If one of us dies, I hope I die first. Nou ja, je bent doodgegaan door gemald te worden door een hond. Is dat slim? Dat is niet slim, hè? Maar die had blijkbaar zoveel liefde voor haar XL-bullies. Alleen die vormen toch een gevaar voor mens. But yeah, she didn't give a fuck. En ze hoopte dat als er iemand dood moest gaan, dat zij als eerste dood ging. Dus haar wens is wel in vervulling gegaan. Ook al denk ik dat ze graag nog wel even wat langer zou willen leven. Verschrikkelijk, zeg. We zijn weer begonnen met de race en Spobot staat aan de leiding. Maar hoe zou dat voelen als je dood zou gaan door een hond? Dat je doodgaat door wat een hond je aandoet. Dat moet echt een hele pijnlijke dood zijn, denk ik, of niet? Wow, waarom doet Mr. Tuning at everyone? Dat is zo random. Hij at everyone. De hele server. Dat is niet de bedoeling, hè, dat we dat doen. Dat is niet de bedoeling. Waar Timo het voor gebruikt is niet de bedoeling. Ik denk dat die hond je dan helemaal open scheurt. Dat moet dan toch wel echt een van de pijnlijkste dood zijn. Like, what the fuck? Met zijn mond dan of zo? Timo moet gewoon BMX'en gaan fixen. Of doen ze dat met hun poten dan helemaal zo? Dat lijkt me echt een verschrikkelijke manier om dood te gaan. Een applausje voor Spobot. Spobot wint deze race met Storm op 2 en Martje op 3. En de teamracing zien we 7-0. Thomas is er vanaf gegaan. Holy shit. Spobot! Race nummer 8. Get ready voor de volgende race. Martje heeft zijn pizza al bijna klaar, hoor. De volgende race ...0%. Wil je een 0% elimination rate track? Die gemiddeld tegen de 1.12 zit. Dan doen we deze. Simple Snowing Slide. De final track van Martje 84. Is hier. Get ready. Get ready. Wow, sneeuw. Daarom heet het Snowing Slide. Daarom heet het de Snowing Slide. Get ready. Uit to take a play. Doe gezellig mee. Iedereen kan meedoen.
Died by doing what she loved, being ripped to shreds by a pitbull. Verschrikkelijk. It's always the dumbest people who own these dogs. Oh, damn. Ja, ik vind het ook verschrikkelijk, hoor. Hebben jullie nog wat leuks meegemaakt deze week? Is er nog iets gebeurd? Is er nog iets gebeurd in de wereld waar we het hebben gemist? Oh, oh, oh. Of is het allemaal wel zo straightforward gegaan deze week? Get ready. Staat de wereld eindelijk stil? Aangezien we zo snel gaan. Alrighty then. Ladies and gentle people. Get ready for the next battle. Doe gezellig mee met de race. Ik zou het heel erg leuk vinden als je meedoet. Heel erg gezellig. Politie Verenigde Staten zet schietpartij in scène. What? Mbappé geblesseerd bij Frankrijk. Gaat hij niet mee naar het EK? Is hij heftig geblesseerd? Oh. Is hij heftig geblesseerd? Oh, hij is niet heftig geblesseerd. Kylian Mbappé zal zondagavond niet in de basisopstelling verschijnen in het oefenduel Frankrijk-Canada. De voorbereiding van Mbappé op het toernooi is allesbehalve optimaal. Hij heeft 2 trainingen moeten laten schieten vanwege rugklachten en kampt nu met een kniekneuzing. In het enige oefenduel speelde hij wel de volledige 90 minuten en was hij zeer beslissend. Door zijn nieuwe klachten is er besloten om hem niet op te stellen. In hoeverre dit effect gaat hebben op de inzetbaarheid tijdens de komende weken is nog niet duidelijk. Ah, jammer. Man ontdekt dat hij maandenlang naaktfoto's kocht op OnlyFans van zijn dochter. Damn. Neem aan dat je bij eerste reeks al ziet dat het je dochter is. Ja, hangt er vanaf. Maar als je volledige face erbij hebt ook. Dan zou je wel denken dat je na de eerste reeks dat meteen herkent. Anders had hij gewoon oogklep op of zijn bril niet op of zo. Maar wat als het gezicht er niet op komt? Bas. Huh? Oh, Thomas, wat ben je traag? Jeetje. Hij sputtert. De motor sputtert. Bas, een applausje voor jou. Bas 12-15 is de winnaar. Met Pushy op de tweede plaats en Jesse de Gamer op de derde plaats. En Slow met Thomas was ook even terug. En dan is het 8 voor de subs en 0 voor de non-subs. En dan gaan we naar race nummer 9. En race nummer 9 is weer volgens onze regular banen. Dankjewel nogmaals, Martje. We gaan naar Pixels Raceway. Race nummer 9, here we go. Robin is ondertussen aan het werk, maar hallo iedereen, zegt ze. Ik doe mee op de achtergrond terwijl ik eten maak voor mensen. Flink bezig op in de horeca. Flink eten aan het brouwen. Get ready out to take a play. Doe gezellig mee. Het is tijd. Voor race nummer 9. Van de Grand Prix of Marbles Championship. Je hoeft alleen maar uitroepteken play te typen in de chat en doe je al gezellig mee. El Gato. Ja. Het Elgato logo. Shining bright hero. We zijn Elgato ambassador. It's amazing. It's so cool. Wat zag ik nou net verschijnen door Pushy in nieuws? Een CNN bericht. Pushy had wat gedeeld op Discord.
IKEA wants to pay real people to work in its new store inside Roblox game. IKEA is seeking 10 full-time paid staff to work in its soon-to-be-opened virtual store IKEA. Holy moly! Dan moet je in Roblox moet je werken in een virtuele IKEA-winkel. This is not a typical IKEA job. Get paid to work at IKEA on Roblox. Apply for this job. Yeah. IKEA described its move onto the Roblox platform as its first foray into mainstream gaming. The co-worker game will give people a chance to immerse themselves in the working world of the store. If you were a piece of pixelated IKEA furniture, which one would you be and why? Dat vraagt de post ook. Nou, wie wilde werken bij IKEA en Roblox? Imagine dat je dat gaat doen, dat je daar gaat werken. Ja, dat wordt alleen nog maar gekker dan van, hey, wat doe je voor werk? Ja, ik werk bij de IKEA. Oh, leuk, leuk. Ja. En dan ineens neemt dat zo'n linker afslag, weet je wel. Wat bizar dat dat kan. Wat bizar. Dat je dan gewoon IKEA-medewerker bent. Maar ik denk dat het wel steeds meer gaat gebeuren. Ik denk überhaupt ook dat het gaat gebeuren met virtual reality en dergelijke. Steeds meer als ik virtual reality speel en dat je ook mixed reality gaat krijgen en al ziet. Dan geloof ik dat je ook in virtuele wereld de services gaat hebben waar mensen moeten staan. De hele dag gewoon digitaal de service help doen en zo. Of dingen nabootsen en zo. Ja, tegenwoordig moet je niet meer vooraan bij deze baan. Maar ik kan je zeggen, deze baan die heeft het 90.000 keer goed gedaan toen de banden nog niet zo terugbounsten. En dan was het wel een voordeel als je vooraan was. Hey, nog niet vooraan. Nee, Spooky. Stop. Stop. Verdiksels. Ik ga wel heel traag, vind je niet? En dan raak je natuurlijk precies die band. En dan gaat iedereen je voor. Alhoewel, dit viel wel mee. Bassie gaat mij voor. Gaat Bassie het hier doen? Of wordt het Spooky of Spobot die nu samen de zetten? Nee, het wordt compleet iemand anders wennen. Het is weer Bas. Bas 12-5, die wint gewoon even twee races op een rij. De andere Bassie. Nou, hoe verzin je het? Ladies and gentle people! Een applausje voor Bas 12-15. It's Bas again. GG, well played. 25 punten erbij voor Bas. Straight Jacket 0-10. En we hebben ook Poesje. Leuk dat jullie erbij zijn. Het is 9 voor de subs en 0 voor de non-subs. En we gaan naar race nummer 10. En race nummer 10 brengt ons naar het geweldige baantje van darten. Niet sneller dan Annelise, maar Annelise was wel heel erg snel. Maar ik vraag me af of het ooit is gereset, die record. Want nu is het duidelijk een andere baan. Heel duidelijk is het nu een andere baan. Alrighty. Get ready, uitroepteken play. Join the race. Join El Race. Uitroepteken play. Het is tijd voor de volgende. Rare dingen gebeuren er altijd in de wereld. Want ik zie hier ook gewoon dat iemand een bonghit heeft gedaan in de Las Vegas sfeer. Maar die is nu voor altijd verbannen. Wel altijd cool, hè? Die Las Vegas sfeer. Ik vind dat wel heel vet, hoor.
die ervaring van zo'n hele sfeer. Miljoenen kost dat, zo groot. Someone had to do it. First ever bong rip. Deze guy heeft een bong gebruikt in de sfeer en is nu verbannen for life. They send me a plaque to commemorate what is now officially the first bong hit ever taken. Ze hebben hem gewoon helemaal een brief gegeven. Dat hij verbannen is. Ja, dat is wat je moet doen. Hallo, Mandy Oosterlaak, hoe gaat het? Oh, je bent net te laat, Spuitel. Volgens mij ben je echt net te laat voor deze race. Maar de volgende race zou ik het leuk vinden als je meedoet. Dukstad zoekt nieuwe bewoner. Wat meer diversiteit, funda, nieuws uit Dukstad. Het huis aan Kwaaklaan nummer 11 staat te koop. Is dat echt nieuws, Martje? Vind je dat echt nieuws? Dukstad nieuws dat er weer een huis leeg staat in Dukstad? The fuck? Alles gaat oké, Mandy. Hoe gaat het met jou? Staat bij waar maar raar. Hè? Ik heb nog ergens een foto van ons samen op de Dutch YouTube Gathering. Wat vet. Wow! Holy moly! Yo, hoe dichtbij is dit? Gaan we eindelijk een recordverbreking zien en is het door Robin? Oh my god. Alhoewel, het record is gewoon op tijd, dus dat werkt sowieso niet. Alhoewel, jawel! Het record zou wel werken als het op tijd was, want een 1-4-8-1-6-9. My god, een applausje voor gewoon Robin. Maar hoe dichtbij het midden was dit? 77.1! Wow! Eindelijk een keer weer onder de 100. Gewoon Robin weet hem in de bullseye te raken. En we hebben al zo lang niet onder de 100 gehad. 77.1 is echt bijzonder. 282 van het midden van Poesje en 288 van Storm. Damn, en het is 10-0 tussen de subs en de non-subs. Dat is Robin, Robin, win, win. Wow, maar is dat dan nu ook het nieuwe record? Ja, nieuwe recordhouder, gewoon Robin. Ja, ja. Ja hoor. Gewoon Robin is de nieuwe recordhouder. Redlog zijn record is eindelijk na anderhalf jaar of twee jaar verbroken. Holy moly, dat is lang geleden hoor. Sinds dat record is gevestigd van de Redlogs 5. Die doet al twee jaar niet meer mee. Maar Robin heeft een nieuw record en is de dartkoningin. Get ready, Uitroepteken Play. Doe gezellig mee. Join the races. Here we go. De Bongo Boogie. Shoutout naar Rink. Voor de Bongo Boogie. Doe de Bongo Boogie. Doe de Bongo Boogie. Ja, holy shit, man. AI, dat gaat ook steeds meer naar voren. Dat zelfs mijn service waar ik AI doe, die kan bestaande nummers kan die vergroten. Verhogen. Dus ik heb mijn spooky deuntje geremixed. Die heb ik op Discord gezet. Want we kunnen nu dingen uploaden. En vanaf wat we uploaden, kunnen we gaan remixen met AI-muziek. Dus ik kan mijn spooky deuntje bijvoorbeeld uploaden. En die kunnen we, want die moeten wel de rechten voor hebben natuurlijk. En die kunnen we dan remixen. In een andere stijl of wat dan ook. Maar dat die dan wel kan leren van het originele spooky deuntje. Hoe vet is dat? Hoe ongelooflijk cool is dat? Dat dat nu mogelijk is. Het wordt zo ongelooflijk next level. Zo kan je allemaal verschillende remixes maken. En ja, ik geloof dat de muziek gaat zo, ook zo erg gaat veranderen. Want we gaan nu dus een beetje krijgen wat je ook met hoe heet dat? Met de diffusion models, met foto's kan.
en zo, Stable Diffusion en dergelijke. Dat we foto's van stijlen kunnen leren. En dan kan je foto's van Donald Trump maken en Elon Musk maken, weet je wel. Als je al die AI-models gebruikt. Wat al bizar is dat je zo'n fake foto kan maken. Maar het lijkt er dus op dat we dat ook met muziek gaan kunnen doen. En dat je dan bepaalde elementen behoudt. Zoals de drumtrack of het tempo of misschien wel het deuntje. En ja, dat is echt te bizar voor woorden. Dus hebben jullie nog ideeën om het spooky deuntje in een bepaalde stijl te krijgen? Dan, tja. Zodat we in ieder geval een bepaalde blueprint hebben. Dan kunnen we puur het deuntje bij het begin zouden we bijvoorbeeld kunnen pakken. Zonder dat je de drums nog hoort bij het begin. Maar gewoon puur deuntje. En dan zouden we hem helemaal kunnen remixen. Ik heb niet geprobeerd Robin Binbin te restylen, omdat dat mogelijk wat lagere kwaliteit is. Alhoewel, misschien kan ik de kwaliteit daardoor wel verhogen. Aangezien het op een andere platform is. Maar dat platform, dat heeft nog wat mindere kwaliteit. Een applausje voor Henny Keumes! Henny Keumes wint een race. Henny Keumes wint een race? Damn. Dat was wel wat weg van de disappointment van Test Drive Limited Solar Crown. De double A-game. Bassie op de tweede plaats en Storm op plaats nummer 3. En Spooky 1611 is de eerste boven de 100 punten. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. En zo staat het 11-0 en gaan we naar race nummer 12. Race nummer 12 van deze Grand Prix of Marble Championship bevindt zich op El Traccarino. De Splashtastic Adventure. Ik kan bijvoorbeeld nu op uploaden drukken. En ik kan bijvoorbeeld mijn spooky deuntje kan ik uploaden. Die kent iedereen natuurlijk, het spooky deuntje. Dan moeten we confirmen dat wij de rechten hebben. Nou, die hebben wij van het spooky deuntje. En dan kunnen wij dus een bepaalde muziekstijl kunnen wij kiezen. Dus als ik hier nu dit ga kroppen. En nou ja, laten we puur kroppen tot dit. We kunnen het altijd later weghalen, namelijk. En we doen verder helemaal niks, want we willen niet dat hij de drumtrack al herinnert. Dus puur dat hij daar eindigt. We willen puur dat hij daar eindigt. Oh, even voor die. De drumtrack willen we niet eens. We willen alleen dat deuntje. Zo. Dan vraag ik jullie om een muziekstijl. Welke muziekstijl gaan we proberen wat te genereren daarna? Het spooky deuntje wordt dan omgetoverd. Wie weet niet meteen, omdat hij hoort natuurlijk gewoon dat deuntje hoe we hem nu hebben. Maar dan kunnen we misschien een beetje twisten en turnen naar wat anders. Drum en bass, dat is het eigenlijk al. Het spooky deuntje is drum en bass uiteindelijk. Een beetje. Klassiek. Laten we kijken of ons dat lukt. Klassieke muziek met piano erbij, of niet? Laten we kijken of we die richting op kunnen gaan. Want dat is het eigenlijk al niet. Oh shit, ik heb het verkeerd gedaan trouwens. Wacht even. Piano, violen. Violen er ook bij? Oké, laten we het proberen. Het kan zijn dat hij dan zeg maar heel veel problemen heeft met het maken van het nummer. Omdat wat we insturen is dat al niet. En het is niet dat we het gaan vervangen. We voegen aan de achterkant voegen we wat toe. Dus hij probeert dat dan verder op te vullen. Maar mocht je uiteindelijk wel triggeren dat je daarin zit op dit moment. Er komt 100% ook een functie dat je dingen gewoon meteen kan remixen. Dan zou hem mogelijk over kunnen schakelen er naartoe. En dan knip je dat begin er weer vanaf wat we nu hebben. En dan genereren we daar weer wat nieuws overheen. En dan hou je ineens de klassieke versie bijvoorbeeld. Ineens met een koor. Ha, 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 ha.
Ik ben benieuwd wat die vasthoudt van dat deuntje. En of we überhaupt iets cools krijgen met klassieke muziek. Dat is zo ongelooflijk droog. Ik ben hier wel in de fout in gegaan. Het kan zijn dat er random lyrics zijn gegenereerd. Maar oké, we hebben dus dit. Dit kent iedereen. En dat nog een keer. En wat komt er dan? Oh, het verandert al een beetje. Wordt een beetje eng. Dat is niet klassieke muziek voor mij. Dat is niet klassieke muziek voor mij. Dat is niet zo classical. Jeetje, Mina. Dat deed me denken aan zo'n 8-bit Addams Family Haunted House. Henny Keumers wint alweer. Nou, Henny Keumers, wat doe je nou? De volgende. Wat heeft deze ervan gemaakt? Oké. Henny Keumers, een applausje voor jou. Vanaf hier is gegenereerd. Henny Keumers wint. En het is 12-0 tussen de subs en de non-subs. Wow, hoor je die backding? Een beetje zo. We komen er niet. We komen er niet. Get ready uit de take a play. Oké, volgende. Vanaf wie is hij gegenereerd? Nee, daar komen we niet zo snel uit, hè? Wow, dat vind ik wel cool. Love dat. Ineens dik in mijn linkeroor. Get ready, Andrew, take a play. Doe gezellig mee als je bij de intro het al deed. Dan ben je te laat. Of te vroeg, bedoel ik. Let's go. Vanaf hier. Die laatste klonk cool, ja. Als je die doorzet. Gebeurt niet zoveel. Hier gebeurt niet zoveel anders. Maar wel knap dat hij dat allemaal voort kan zetten. Oh. Gaat hij weer door? What the heck? Volgende! Wat is dit dan? Helaas, we kunnen hem niet meteen... Dit muziekstuk kunnen we niet meteen in klassieke muziek. De Beethoven versie kunnen we nog niet triggeren. Misschien kost dat een beetje te veel moeite voor nu. Dat kunnen we niet op de stream doen. Wel leuk. Oké, andere muziekstijlen. I need different muziekstijlen. Wat past wel? Wat past wel? Natuurlijk passen al die dingen zoals drum en bass en EDM en zo. Maar is er nog iemand met iets unieks? Wanneer komt de Beethoven versie? De Beethoven versie.
het is al van origine van Beethoven. Het is al makkelijk van origine van Beethoven, joh, dat nummer. Beethoven, precies. DJ Beethoven heeft het gemaakt. Ja, je wil rock proberen? The Rock. The Rock. Oké, nou dan proberen we rock. Kijken of we die richting op kunnen gaan zo snel. Laten we dat proberen. Rock metal. Wow, Bas ging weer snel. Bas, jongen. Je lijkt alweer de race te gaan winnen. Ja hoor, hij wint hem alweer. Yo, je gaat hard. Bas 1250. Kan iemand Bas 1250 stoppen? Robin gaat ook goed, zeg. Robin gaat heel goed. Spooky 1611 is er vanaf gevallen. Dus die krijgt niet extra punten. Ben Bas 1215. Met 3 racewins doet hij dat wel heel erg sterk, hè? Dat is echt ongelooflijk hoe sterk die gaat. Damn. Straight Jacket 010, we wachten op jou. Ik kan er niks aan doen, zegt Bas. Er mag ook maar echt maar 1 Bas hard gaan, want ik zat telkens midden in de race op een rennen moment compleet naar achter. Ja, als Bassie het goed doet, mag Bas het niet goed doen. Als Bas het goed doet, mag Bassie het niet goed doen. Dat bedoel ze met er mag maar 1 Bas zijn. Een applausje voor Bas 1215. Bas 1215 op de eerste plaats. Werner op de tweede plaats. En gewoon Robin op de derde plaats. En we hebben qua teamracing 13 punten voor de subs. En 0 voor de non-subs. En dan gaan we naar race nummer 14. Dat dacht ik al dat Jorian was. Dat kan jij niet zijn. Alright. Het is tijd voor de volgende baan. Dat is een harde landing. En dit is de rock heavy metal versie. Ik ben benieuwd of we daar naartoe konden triggeren. Oké, hierachter is gegenereerd nu. Kom op, switch naar gitaren. Of bouwt het op. Shit. Het lukt ineens. Ineens zit ik in een oldschool videogame. Helaas, het is niet gelukt. Blijkbaar als we vanaf daar genereren, wordt het moeilijk om hem over te zetten in wat anders. Maar dat is meer onze eigen fout. Want ik weet een manier hoe we dit beter gaan doen. Wow, dat was zo random. Ik weet helemaal niet hoe we dit beter gaan doen. Wij gaan de final intro tune in zijn geheel doen. En die loopt af. Want als je weet hoe het intro tunetje eindigde vroeger. Zo. Weg. En dan is het dus een tijdje stil. En dan laten we hem weer opkomen. Als metal muziek. Kom maar door. Dus van een ander deuntje. Je wordt grijs, man. Ben nu 25 over een paar dagen. 26 en ik kijk vanaf kind naar jou. Ook de video's met je toenmalige vriendin met bril. Gouden tijd, alleen maar love. Yo, ik was toen ook al grijs. Maar inderdaad, iets meer grijze haren. Op mijn 18e werd ik grijs. Dat was in 2011. Oh, dat was echt sick. Ben echt benieuwd. Kom maar door!
Leek meer op Pokémon. Ja, Atari, dat klonk nog iets meer blieperig volgens mij. Gekke grijze niet. Oh, maar ik grijs wel. Al vanaf het begin. Niet kalende, wel grijzende. Op mijn 18e had ik zoveel grijze haren, dat was niet normaal. Als je een close-up van mij zag van letterlijk 2011, dat is niet normaal hoeveel grijze haar. Niet normaal was dat. Oh, there we go. Wow, zag je spuitelf hoe snel die ging? Die ging echt extreem snel. Echt. Dus je bent niet gek. Oh, ik dacht andersom. Ik dacht dat ik dan een gek was. Oh my god. Blijf alsjeblieft dagelijks streamen. Ik mis je vanaf mijn jongere jaren. Eindelijk zie ik je random weer. Ja man, ik doe dagelijks streamen sinds 2012. Behalve dat ik eventjes er niet was dankzij een burn-out in 2014. Ben ik daarna altijd weer dagelijks gaan streamen. En altijd nu gedaan wat ik leuk vind. Ook een vraag op TikTok. Vind je het niet moeilijk dat je vroeger zoveel views had en nu bijna geen views meer? Nee, waarom zou ik dat moeilijk vinden? Überhaupt viel dat vroeger ook wel mee hoor, maar... Dat is niet iets waar ik mee struggle. Ik struggelde er juist mee voor mijn burn-out. En daarna niet. Het enige wat ik hoop is dat ik mijn passie kan blijven uiten. En als dat lukt, dan lukt dat. En dat doe ik al sinds 2014, dus kun je nagaan. En daar is niet veel veranderd. Behalve dat ik nu juist meer terugkrijg ervoor. Hoe Martje die weet toch nog de winst te halen. En Bas die zou anders voor de vierde keer al hebben gewonnen. En nu... Nu niet. Doordat Martje wint. Je kan meedoen uitroepteken play. Dat is wel op de main livestream op twitch.tv. En dit hebben wij gemaakt. Daar zat een leuk idee achter. Dat vond ik cool. Dat vond ik heel cool. Een applausje voor Martje 84! Met 2 minuut 29 brengt hij zichzelf op de eerste plaats. Maar Bas gaat maar en gaat maar door en is degene om te verslaan. Met Robin en Spooky daar dicht achter. En 247 punten brengt ons naar 14 voor de subs en 0 voor de non-subs. En we gaan naar race nummer 15 van deze early livestream. Het is tijd voor de volgende baan. En de volgende baan is de Death Alley. Daar kan je vanaf vliegen. Volgende rocknummer. Komt-ie. Wat was dat? Kom op, waar zijn de gitaren? Ik wil gitaar horen. Ik wil keiharde gitaren ineens horen. Het werkt niet meer. Ik wou het laten zien, hoe cool dat is. Maar het werkt ineens niet meer. Altijd als ik iets wil laten zien, werkt het niet meer. Wow, deze heeft een extra drum. Verdiksels, het werkt niet meer. Jammer. Dat is heel jammer. Hallo? Dankjewel. Get ready to join the race. Uitroepteken play, doe gezellig mee. Nee, niet fuseren Bas en Bassie. Dat zou ik niet zo leuk vinden. Wie wint race nummer 15 van deze Grand Prix of Marbles Championship? Dat is de vraag. That's the question. That's the big one. That's the big question. Wij zijn precies dezelfde persoon. Hoezo zijn jullie dezelfde persoon? Dat kan helemaal niet. Je kan niet hetzelfde zijn.
De reden waarom Timo at everyone day in onze Discord server is voor aandacht. Woyo. GPM loopt 10 achter. Ja, Ajax van heeft nog steeds geen tijd gehad om het te upgraden. Laten we hopen dat hij dat wil. Want ik kan het ook niet voor hem upgraden en updaten. Laten we hopen dat het hem nog lukt. Want hoe moeilijker of hoe langer het niet gebeurt, hoe moeilijker het wordt natuurlijk. Hoi, hoi, hoi. Timo wil gewoon aandacht. Ja, Mr. Tuning wil gewoon aandacht. Kom op, gitaren. Jezus! What the fuck happened there? Andere. Oh my god, I'm digging this one. Oh my god. Ik zou hem daarmee doorgooien. Ja, die vond ik heel vet. Vonden jullie die vet? Ik vond die heel vet. En dan zou ik zeg maar weer verder genereren vanaf dat punt dat die weer minder ging. Oh my god. I was digging that one, man. Dat klonk zo lekker. Dat klonk echt heel lekker. Matthijs, die is ook helemaal aan het rage. Zo, dat vond ik echt lekker klinken. Hoe gaat die verder eigenlijk? Want hij gaat weer normaal. Oh. Iemand die slaapt mij de hele tijd. Hoor je dat? Oh, nu niet. Oh, daar wel weer. Nee, die had ik gefixt. Ik had gewoon alles eruit gebonjourd, zeg maar. En ik had vanaf dat moment. Hey, lekker eten, poesje. Dankjewel voor het joinen en het socializen. Dit vond ik heel vet. Dat vind ik zo vet klinken. Klinkt weer heel anders. Kun je Toei de Loei niet een remix van maken? Daar zouden we een remix van kunnen maken, maar ik ben bang dat hij dus dezelfde kwaliteit gaat mimiken. If that makes sense. Dat hij die kwaliteit hoort en denkt, dit moet ik maken. Martje met een gift sub aan Mr. Tuning 1990. Hij heeft zijn aandacht. Hij zegt ook hier is ja, dag Timo. Welkom bij de Spooky Family. Timo en Robin is weer een racewinnaresten. En Spooky gaat haar achteraan. Maar Robin is mogelijk weer helemaal in de buurt aan het komen. Oh, volgens mij staan ze gelijk. Volgens mij staan Bas en Robin gelijk. Dat kan nog best wel spannend worden als het zo door blijft gaan. Maar iedereen, doe gezellig mee. Uitroepteken play. Race nummer 16. Eet smakelijk, Bassie. Lekker eten jullie. En nee, ik moet kampioen worden. Niet Bas zeggen dat hij kampioen moet worden. Ik moet kampioen worden. Kom op. Even kopje erbij, Bassie. Even kopje erbij. Het is tijd voor hop, skip en jump. Je bedoelt natuurlijk gewoon wij. Spooky 1611. Wereldkampioen. Uitroepteken play! Get ready! Get ready, get ready, get ready. Or dit. Zo droog. Of deze versie. Dit hadden we natuurlijk al gegenereerd.
Maar wat komt hier nu achter? Dit klinkt happy. Dit klinkt wel heel happy, zeg. Jeetje, Mina. Oh, dit klinkt als een bepaalde game. Damn! Ja, klinkt lekker. Nou ja, zo werkt dat dan. En zo zijn we begonnen met ons spooky deuntje en zo hebben we ineens een heel ander nummer. Het gaat steeds meer gebeuren. Die klonk wel lekker hoor. Die klonk wel lekker. Klinkt goed. En dan uiteindelijk weer nog even dat tu 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 tu. En je hebt een dik cool rocknummer. Rocknummer wou ik zeggen, what the fuck. Dat wou ik niet zeggen, maar dat kwam eruit. Dat was wel even heel raar. Nou, zo werkt dat dus. Dat wou ik even laten zien. Een rocknummer. Oh, oh, oh. You say what you think about. Nee, het was gewoon verspreking. Het was gewoon een rocknummer. Bas 1215. Het regent in Canada. Ja, het is 80% kans dat het blijft regenen. En ook dat er donder is en dat er ook bliksem komt. En dat is vaak zo bij donder. Maar ook nog eens hagel. Het kan ook gaan hagelen, dus het kan een hele lange avond worden. Het kan zijn dat je pas om 12 uur, 1 uur, dat je daar dan pas klaar bent. Spooky valt er weer vanaf! Hoi, wat is dit? Wat is dit? Waarom vallen we er vanaf? Verschrikkelijk. Maar Jesse de Gamer kan wel even laten zien waarom hij de gamer is. Eén voordeel, Bas wint niet. Dat is zeker een voordeel voor iedereen. Maar dat betekent dat Robin aan de leiding gaat. En ik weet niet of je dat wil. Maar die gaat... Oh, nee! Jesse de Gamer! Robin gaat flink aan de leiding! Oh my god. Robin oont iedereen hier al met alweer een win. Jeetje, Mina. Dat is back-to-back racewinnaar. Gewoon Robin. Holy moly. Heb je standaard streamtijden per dag of is het verschil? Het is verschillend. Dit komt normaal rond 8 uur trouwens, maar door de Formule 1 even niet. Een applausje voor gewoon Robin. En abonneren op 1611VODS. YouTube.com/@1611VODS. Iedereen abonneer daarop. Dat zou ik zo fijn vinden. Dankjewel als je daarop geabonneerd bent. Dat is echt een blessing. Bless you. Op wie moeten we weer wachten? Tja. Altijd weer iemand waar we op moeten wachten. Het is tijd voor de volgende baan. En de volgende baan is het oog van de storm. The eye of the storm. Get ready and join the race. Altijd weer die spuitelf waar we op moeten wachten. Altijd weer die spuitelf. Er is een nieuwe Doom aangekondigd. De godfather van de first person shooters. Doom. Oh, 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 oh. Get ready as we take a play. Join El Racio. Join the race. Pope Francis zegt dat overpopulatie een mythe is. Ja. Yeah. Succes met winkelen, Alpha Gaming Channel. Get what you want. Op dit moment regent het nog redelijk daar. Ja, de regen, de voorspelling is 80%. 80% dat het blijft regenen in de Formule 1. After het draaispel, de rain... The rains hit again with just over 90 minutes until lights out. Looks like it will be raining for a while too this afternoon.
Dat is het laatste wat we van Chris Madeland krijgen te horen. Maar dan 18 minuten geleden. The sun is out again and then it's going to rain pretty heavily in about 10 or 15 minutes. This must be fun if you are in the grandstands. Oh god. Dus de hele tijd is het aan en uit, aan en uit. Dan weer regen, dan weer niet, dan weer regen, dan weer niet. Ja, dat ga je krijgen. Hopelijk regent het niet. Hopelijk is de baan droog genoeg bij de start. Want als hij niet droog genoeg is bij de start, dan hebben we een groot probleem. Want dan is safety car en dan is het gewoon unlimited achter de safety car rijden. Of rode vlag in de pits. En dat is verschrikkelijk. Dat is niet echt racen. Robin! Nou, hallo, gewoon Robin. Waarom vindt zij lijnen die wij niet vinden? Waarom vindt zij lijnen die wij niet vinden? Hier hebben we gewoon Robin. Gaat door het oog van de storm. Zoals de naam van de baan. Martje vliegt eruit. Henny Kummers vliegt eruit. Spooky 16 Delft blijft erop. Oh my god. Ik moet hier meer punten scoren. Ik moet en zou hier meer punten scoren. Huh? Ik mis de turbo. Werner de Mick gaat mij voorbij. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Spooky! 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 Maar ja, eentje voor Robin is voor mij niet zo handig. Twee voor Robin is wel iets handiger. Maar alsnog moeilijk. Spooky 1611 is een racewinnaar. Slimme Thomas op 2 en gewoon Robin op de derde plaats. Oh, oh, oh. Het beste weer voor races, zeggen sommige mensen. Een applausje voor Spooky 1611. Spooky 1611 wint deze race. Slimme Thomas op 2. Gewoon Robin op de derde plaats. En dan hebben we een hele mooie 17 voor de subs en 0 voor de non-subs. Op naar race nummer 18 van deze Grand Prix of Marbles Championship. En die race, dat is bang voor hoogtes. Do you have fear of heights? Are you afraid of heights? Because if you are, get ready. Dan zou ik hier niet aan meedoen. Nee, doe maar gewoon mee. Uitroepteken play. Kijk hoe erg we naar beneden gaan. Dat was wel echt wel even een flinke stap naar beneden. Race nummer 18 van deze Grand Prix of Marbles Championship. Get ready and join the race. En ja, heb je de contexto van vandaag niet gedaan? Dan zou ik het leuk vinden als je meedeed. Want ik ben op zoek naar een woord. Maar dat woord, dat moet in de context liggen van de woorden. Kevin, dank je wel voor de gift op TikTok. 10 gifto's op TikTok, je bent een baas. Thank you for supporting. I appreciate you. Hebben jullie een woord voor mij? Je hebt in ieder geval nog een minuut om te joinen. Hebben jullie een woord voor mij voor deze geweldige... Even kijken hoor. Food! Wat? Oké, Bas heeft hacks vandaag. Bas heeft hacks vandaag. Regen is het niet. Voetbal is het niet. Het is eten. Het zit zo dicht bij eten. Dinner is verder weg. Jeetje mina, meat. Ja, echt. Grote wow. Ik zweer, ik heb niet gekeken. Oh man, dat is zo knap. Cooking. Zou het met koken te maken hebben? Banana. What do we think? What do we think? Food, ja. Fruit misschien? Nee. Een restaurant. Oh, restaurant, kom dichterbij. Restaurant, kom weer dichterbij. Bas is on a roll. Een meal is verder weg. Restaurant, kom nu het dichtste bij de context van het woord wat we zoeken.
Dinner. Nee. Diner bedoel ik. Oh, dat is ook al geguessed. Gassen met die ballen. Table. Nee, het is geen tafel. Zo, storm ging hard. Maar mist hem hier nou. Menu? Een menu? No. It's not a menu. Chef. Nope, no chef. What is it? Apple. It's not an apple. Een restaurant is for food, dus ik verwacht niet dat het een of andere food is. Is het een McDonald's? Nee, grapje. McDonald's. Wow, die staat op 90. What? Die staat op rang nummer 90, maar we zoeken nog iets verder in de context. Terwijl op dit moment aan de leiding Werner is en Jesse de Gamer gaat alweer vliegen. Op het allerlaatste moment. Weer op het allerlaatste moment aan het vliegen. Hoe is het mogelijk? Spooky en Robin zijn er beide uit. Dus dat betekent dat iedereen weer dichterbij kan komen. En is dit legit een punt voor de non-subs nu? Dat lijkt er wel op. Dat lijkt er wel op. Kitchen. Supermarket. Het was een supermarkt. Het was gewoon een supermarkt, jongens. Robin heeft het weer geraden. En Robin is zelfs eten aan het maken. Ongelooflijk. En we wachten weer op Spuit 11. Robin had hem. Robin had hem weer goed. Hier, ze luistert niet eens en ze heeft het goed. Een applausje voor Werner de Mik. Op de eerste plaats. Plaaggeest op de tweede plaats. En Henny Keumes op plaats nummer 3. En dan inderdaad, het staat 17-1. Voor dit eerst hebben de niet-subscribers een puntje. Nee! Oh, goed gedaan, non-subs. Jullie hebben het samen gedaan. Echt heel knap. Echt heel knap. Race nummer 19 dan bevindt zich op de baan. Frozen. The cold never bothered me anyway. Are you ready? It's time to freeze. Met Frozen. En Martje geeft een gift sub aan Werner de Mik. Dat betekent dat het niet nog een keer kan gaan gebeuren, Werner. Maar je hebt een race gewonnen en je krijgt een subby. Dat is heel lief van Martje. 84. Alright. Martje 84. Here we go, ladies and gentlemen people. It's time for the next track. Je kan nog joinen. Je hebt nog 40 seconden om te joinen. 40 seconds to join. Oh ja, het kan ook zijn dat hij nog niet gejoined was. Of dat hij al gejoined was, maar hij is al gejoined. Of hij was nog niet gejoined. Dus dat is een gelukkig. That's a gelukkig. Get ready for the next battle. It's time for Frozen. En het is niet je Frozen animatiefilm. Het is namelijk Frozen van bevriezing. Het is bijna zomer, jongens. Officieel zomer over 2 weken. Bizar dat we alweer bijna in de zomer zitten. Echt heel bizar. Godfather Ken, 688. Meteen begint hij goed, maar Werner die blijft ook gewoon fantastisch rollen. Spooky 1611. Oh, dit vind ik te spannend. Je zit erin hoor, Thomas. Je zit erin. Doe je goed. Niet voor niets, Spuit 11. Ik ken nog steeds plaaggeesten Spuit 11 zijn. Zeker. Als hun met z'n tweeën eerste en tweede wordt. Maar dat zou toch niet. Dat kan niet, joh. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren.
I believe it won't happen. Oh, Robin ineens heel snel. Verdiksels. Daar gaat ze hoor. Gewoon Robin. Ze weet waarschijnlijk niet eens dat zij eerste staat in het kampioenschap. Jesse de Gamer. Robin blijft nu hangen. Gewoon Robin blijft hangen. Net zoals dat Spooky al lang bleef hangen. Blijft daar gewoon Robin hangen. Oh man. Feitelijk zitten we al in de meteorologische zomer. Ja, dat wel. Maar voor mij is het zomer wanneer ze zeggen, het is nu zomer. Nou Jesse, wordt dit dan eindelijk je time to shine? Is dit dan eindelijk je time to shine? 21 juni is het zomer. Wow, huh? Hadden we nou heel even geen sneeuw en toen begon het te sneeuwen? Daar leek het even voor mij op. Jesse de Gamer. Oeh, gewoon Robin die denkt, ik wil ook nog wel wat meepikken hier, hoor. We hebben Jesse de Gamer, daarna Werner de Mick, daarna gewoon Robin, daarna Martje 84, daarna Storm en V33, daarna Henny Keumers, Spuitelf David achter, RTP Calculator, Stefan. En oh my goodness. Oh my goodness, Jesse de Gamer, je bent nog altijd fantastisch aan het racen, ook voor de maand. Je kan hier mooie punten scoren voor de maand, aangezien dit een beetje een off-race seizoen is. Zou je dus geweldige punten kunnen scoren voor de maand. Maar Werner die gaat voorbij aan Jesse Hero. En Martje en gewoon Robin komen daarachter. Daarna Storm en Henny Keumers. Aan de andere kant hebben we Godfather Kent, Spooky en Bas Bas. Oi, 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 oi. Richting de finish. Werner blijft hangen. Jesse blijft hangen. Robin blijft niet hangen. Oh my god, out of everybody. Is het Robin die niet blijft hangen? Robin! Robin! Oh my god, Robin gaat zo goed. Robin gaat fantastisch. Oeh, daar blijft Robin even hangen. Wordt nog wel ingehaald. Derde plaats voor Robin. Werner wint hem niet als sub. Werner helaas helemaal vast blijven hangen. En het lijkt er steeds meer op dat het gewoon Robin gaat worden. Een winstealer Martje is het. Tja, waarom steel jij die winst? Oh, 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 oh. Waarom steel je dat nou? En op wie wachten we weer? Volgens mij zie ik daar 1 megapixel spuitelf staan daar bij de start. Een applausje voor Martje 84. Met de hele mooie puntentelling erbij. Gewoon Robin, die gaat voor de record zo te zien. En we hebben 18 om 1. En we gaan naar race nummer 20. Spuit 11 DNF? Ik denk het wel. Ik denk het wel. De volgende baan is Cosmic Chaos. Get ready, everyone, take a play. Doe gezellig mee. Join the race. Join the race. Je hoeft alleen maar uitroep take a play typen. Je hebt een minuut om te joinen. Iedereen kan meedoen. Uitroep take a play. Join L Race. Let's do this, ladies and gentlemen, people. Let's do this. Fallout 76 is finally going to let us play as ghouls. Cool. State of Decay komt met een derde deel. Cool. Alrighty, ladies and gentle people. Ik denk dat vorige week mijn hoofdpijn mijn wedstrijd beïnvloedde. Dat kan, hè. Dat kan. Dat je moet mentaal in de zone zijn. You have to be in the zone. To perform. Is met alles. Of je nou iets creatiefs aan het doen bent. Of als je nou gewoon je standaard werk aan het doen bent. Of als je aan het sporten bent. Of wat dan ook. Ook hier. Ook bij de Grand Prix of Marvels is serious shit. En soms kunnen het ook gewoon mindgames zijn.
dat psychologische, dat zit overal in. Je ziet het zelfs bij darters. Dat is een en al psychologie. En dan denk je, ah joh, gewoon pijltjes. Gewoon pijltjes. Maar nee. Het is niet alleen maar pijltjes gooien. It's way more than that. All right. Bas 12:15. Hij gaat er weer voor. Spiegelogie. Mening over handhaving. Ik weet niet wat dat is. Waar ik mijn mening over moet geven voor jou, die Jordi. Wat is een mening over handhaving? Wow. Spooky 1611 is er ook bij. Maar Godfather Ken, die heeft de fast lane gevonden. Godfather Ken heeft duidelijk de fast lane gevonden. Martje, die kijkt nu al of hij weer een win kan stelen. Maar hij is de enige die DNF is. Robin heeft hier moeite mee. Storm en Godfather Ken zijn er doorheen. Als Spooky nog kans wil maken, dan moet hij hier een beetje snel gaan. Wow, wow, wow. Queen in Pink vliegt er vanaf. En kijk tussen Storm en Godfather Ken dan. Oh, dat gaat niet zo goed voor Storm. Hij mist wat momentum. Maar als je via de zijkant gaat, zoals Godfather Ken doet, dan ben je wat sneller. Maar toch te veel verslomingen hier. Oh. Gewoon Robin, daar is ze weer hoor. Daar is gewoon Robin weer. Gewoon Robin duwt Spooky 1611. Oh, Spooky 1611 is er voorbij en Robin wordt nog ingehaald door meerdere mensen. Damn. Was dit mijn straf van WMF? Wat is WMS? En wat is de mening over handhaving in het algemeen? Mening over handhaving? Like in de wereld. Godfather Ken op 1, Storm op 2, Spooky op 3. En dat is heel mooi. The World Marbles Federation. Oh, de handhaving van de organisatie hier ook. Dat zou droog zijn. Race nummer 21 van de 24 is daar. En race nummer 21 van de 24 brengt ons naar de volgende baan. Genaamd The House of Pain. Spuit 11 is 11. Ja, ben je 11 jaar? 11 jaartjes oud? Oh, 11e was hij. Oh, gelukkig maar. Want dat moet je niet zeggen hoor. Zelfs niet als grapje moet je dat zeggen in de Twitch-chat. Blijkbaar word je daarvoor verbannen. Of nergens volgens mij. Ook op Discord niet en dergelijke. Get ready, uitroepteken play. Doe gezellig mee. Je hoeft alleen maar uitroepteken play te typen op twitch.tv/spooky1611. En je doet al gezellig mee. Ik zou het heel erg leuk vinden. Het is tijd voor race nummer 21. Natuurlijk, je hoeft niet alle races mee te doen. Maar wie weet, word je wel een racewinner. Ja, gek hoe ze dat zo snel herkennen nu. Als iemand dat zegt. En dan meteen ban of block of... Gewoon helemaal van het platform af gebonjourd. Pretty damn impressive hoe dat werkt. Daarom mag de Geno-meme niet meer. Nee, precies. Daarom mag de Geno-meme ook niet. Want wie weet kom je dan wel in de problemen. En dat willen we niet. We willen niet in de problemen. Dit is blijkbaar hoe de grid eruit ziet 13 minuten geleden. Dit is ongeveer het asfalt van de Formule 1. Ja. Dat hoe dan ook wordt de race grip zoeken. Zelfs al zou het nu constant droog blijven, dan wordt het heel erg weer het grip zoeken. Want al het rubber is weer weg van de baan. Dus er kunnen gekke dingen gaan gebeuren. Dat is wel leuk. Als het een beetje een race wordt, dan wordt het wel heel erg leuk. Dan kan het een hele leuke race gaan worden. Het was sowieso al een van de coolste kwalificaties die ik in tijden heb gezien. Maar wordt het ook een leuke race? Dat is nog een andere vraag. Wie denken jullie dat vanavond gaat winnen als er een echte race komt? Nou ja, inderdaad, wie denken jullie? Voor de Formule 1-kijkers, wie
wint de Canadese Grand Prix als er een echte race komt. Sergio Perez. Zo, als die nu echt gaat winnen, dan stuur ik je een berichtje, Mart. Als jij nu echt Sergio Perez, echt waar, dan moeten we even die throwback dat je dat dacht en zei. Yuki tweede, what the heck? F1 Rockboy zegt dat hij de Canadese race gaat winnen. Ik bedoelde niet een automobilist, hè. Dat is bij de volgende update. De mega automobilisten update. Echt waar, ik ga zoveel simracen als die update uit is. Dat is niet normaal. Kom op, Spooky! Kom op! Spooky, Spooky, Spooky. Plaagjes, wil je me duwen? Wil je me duwen? Nee, niet voor mij duwen. Oh, geluk. Je denkt dat George Russell hem gewoon ook gaat winnen vanaf pole position? Godfather Ken wint gewoon 2 races op een rij. Ongelooflijk. Als er een goede race is, dan kan er van alles gebeuren. Maar denk dan nog steeds Max Verstappen, maar wel met 2 rode vlaggen en veel safety cars. Oké, Max Verstappen, maar wel met veel gekkigheid. Ja, ik denk ook, to be honest, dat als de race heel gek wordt, dan is het onmogelijk om te voorspellen. Iedereen zou hem kunnen winnen. Zelfs een Daniel Ricciardo zou hem dan kunnen winnen, zeg maar. Ik geloof dat. Bas die zegt, het begon zo goed vandaag, maar vanaf het moment dat ik kijk met geluid geen podium meer. Dat ik kijk? Oh, dat je kijkt met geluid. Dat je mij kijkt met geluid. Een applausje voor Godfather Ken. We hebben Godfather Ken op 1. Spooky 1611 op de 2e plaats. En Plaaggeest maakt het podium af. En Spuitelf en Queen in Pink, 8e en 9e. Toch in de top 10, dit keer. Ach, en hier staat ineens 0-0. Nou ja, dan kijken we naar wie het hoogste stond in het op het podium. En er staan 2 subs en 1 non-sub. Dat betekent dat het 20-1 is. En we gaan naar race nummer 22. Nee, niet je geluid uitzetten. Het is tijd voor de volgende baan. En het is de Space Chase. Oeh. A Chase from Space. Are you ready? Because get ready for the next battle. Het is tijd voor de Space Chase. Race nummer 22 van deze Grand Prix of Marbles Championship. And I hope you are ready. Want mijn Chrome browser is gecrashed. Hij is gecrashed! Here we go, ladies and gentle people. Ik ben er weer. Op Reddit vragen ze wel eens mensen dingen en dat kunnen diepe gesprekken zijn. Dus ik ga even kijken wat de top is van deze week, wat men allemaal heeft gevraagd. Oh, damn. Wat is de engste... Ik ben echt benieuwd of iemand die nu kijkt dit ooit heeft meegemaakt. Wat is het engste? We moeten vertrekken. Nu. Onderbuikgevoel? Dat je ooit hebt ervaren. Dat je gewoon weet waar ik nu ben. Dat is niet juist. Of dat het is mis. Hebben jullie dat wel eens gehad? Dat je echt denkt van... Nee. Gotta go now. We need to leave now. Dat je gewoon zo'n onderbuikgevoel hebt van... Het is hier niet pluis. Ik moet hier gaan. Wat is de engste ervaring die je ermee hebt gehad? Ik zou voor mezelf zou ik daar niet iets kunnen bedenken. Maar ik ben wel heel benieuwd of iemand daar meteen een ervaring mee heeft. Dat hij denkt, oh ja, holy shit. Ik kon toen niet weg. Nee, maar wat was dat dan voor situatie? Ik was in winkel waar een overval was, maar ik dacht wel stay away from the kassa. Oh, damn. Dat is ook naar, zeg. Ja, bij mij crasht hij ook veel de laatste tijd, F.A. Rockboy. Ik weet niet wat Google aan het doen is, maar soms heeft hij even zo'n freeze. Misschien toch op zoek naar een andere browser gaan binnenkort. Maar ja, dat kan ik at the same time ook niet. Ik heb bepaalde elementen die ik moet gebruiken via Chrome.
Dus je was in de winkel waar een overval werd gepleegd. Ja, dan snap ik dat je daar weg moet. Maar dat is niet een onderbuikgevoel. Dan is het eigenlijk al aan de hand. Maar gewoon eigenlijk dat er nog niks aan de hand is, maar dat je wel het gevoel hebt van... Nee, dit is niet een fijne plek om te zijn. Laten we vertrekken, weet je wel. Dat je dat als onderbuikgevoel hebt. Omdat dingen toch best wel scary zijn. En dan zie je achteraf in het nieuws... Zie je nog dat het correct was ook dat je zo'n onderbuikgevoel had. Nee, Spooky, wat doen we? Robin gaat wel meteen naar beneden, zie je dat? Zo, ik intercept Robin daar als laatste probeersel, zag je dat? Zo, er gaan zoveel hieren. Jeebus. Maar Robin finish wel een stuk hoger dan mij. Kom ik toch niet in de buurt, hè? Maar slimme Thomas wel. Ja, precies. Dat je al weg wil voordat er iets gaat gebeuren. Omdat je zo'n naar gevoel krijgt bij een plek of bij bepaalde mensen of zo. Of je daar een enge ervaring mee hebt gehad. Slimme Thomas wint deze race. En Robin gaat naar 212 punten. Het is ongelofelijk. Dat wordt heel moeilijk voor mij om te verslaan. Maar ik zit nog wel in striking distance. En het is 21-1. Nog twee races te gaan. Ladies and gentle people. Was je weer de enige DNF? Wojo. De volgende baan die wij hier gaan doen... is Multilane Madness. Good luck. Good luck. Ik ben benieuwd wat dan mensen op Reddit hun ervaringen zijn. Oh my god, dat is zo eng. Hele enge verhalen. Over een... Over kamperen. Kamperen in the woods. Dat lijkt me zo eng. Get ready, uitroepteken play, doe gezellig mee. Me and my little sister went camping in the woods very close to our house when we were kids. We had seen this bald guy with a blue shirt and a dog walking around. Which isn't unusual for the area. You will often see people walking and say hello. For some reason though, I just got this tight feeling in my chest. And my sister must have too. Because we both gave each other this look. I don't know what it was that made me do it. This is very out of character for me. But I took a photo of the back of him as he was walking away. A while later, we see the same guy again near the lake. He comes over and asks about the tents we are carrying. Where we will be setting up. And are we camping with our dad? We say yes, we're just going to see him now. Which was a lie. We must have had the same moment of psychicness. Because we walked off up a fork in the path. Until we were out of view. Then looked at each other and jumped down a path. Hidden by the bushes and waited behind them on a parallel trail for a bit. The guy watched us walk off. Pretended to play with his dog until he couldn't see us. Then turned around and ran up the path after us. Thankfully he didn't see us hidden and carried on up straight where he thought we'd gone. We decided camping was a bad idea and we went home. Oh my god. Deed hij dus van, oké, ik kom niet achter jullie aan. En op het moment dat out of sight kwam hij alsnog achter hun aan. En zij hadden al dat voorgevoel, die twee dames. Van, oh my god, we moeten snel verstoppen. Zo eng. Dat is zo creepy. Maar dat je dat dan al voelt, hè, bij sommige mensen. Je voelt dan die aura van, hier klopt iets niet. Martje 84 geeft een sub aan Spuitelf. En dat betekent dat Spuitelf geen reclames meer krijgt. Je allerlaatste reclame. Welkom bij de Spooky Family, Spuitelf. Ik hoop dat je je stay enjoyed. We doen dit elke zondag, maar wel een tikkie later. We beginnen normaal rond 8 uur. In plaats van dat we eindigen rond 8 uur. En je bent altijd welkom. To join the community night of andere livestreams. Wat je ook maar wel. Maar dit interactieve tijd, dat doen we elke zondag. Oh man, oh man, oh man. Hoe kan je dat soms aanvoelen? That's my question. Oeh, ik sta op de derde plaats. En Robin is eruit.
Oh my god. Oh my god. Sta ik een paar punten erachter en Thomas heeft een dubbele race win. Oh my god. This is crazy. This is crazy. Thomas is aan het hacken, wordt er gezegd. Nee. Meer mensen hebben dubbele race win door wanneer we dit vandaag doen. Kijk, Henny Keumers, Henny Keumers. Gewoon Robin. God for the can. Slimme Thomas. Ja. Het is tijd voor de laatste race, Martje. En Thomas heeft een nieuwe motor besteld. Dus hij had nieuwe upgrades meegenomen naar dit circuit. Nieuwe upgrades. Oh man. Een applausje voor Slimme Thomas. Slimme Thomas wint deze race en gaat heel erg lekker. En we hebben dus Jesse de Gamer op 2 en Spooky Sessie de Elf op 3. En wie gaat de laatste race winnen? That's the question. Het staat 22-1 tussen de subs en de non-subs. Godfather Ken zegt, ik won de eerste map. En ik win ook de laatste map. Dit is hoe het staat. Boom! 213 punten voor Spooky Sessie Delft. Als je daar 25 van afhaalt, dan zal je zien dat verder niemand meer kans maakt. Het gaat tussen Robin en Spooky Sessie Delft. 213 en 212. 1 punt verschil. En ja, dat kan dus alle kanten op gaan. Oh my god, veel te spannend. Wordt het Robin of wordt het zijn vriendin Spooky Sessie Delft? Het is tijd voor Shattered Dreams. Get ready, uitroepteken play. Doe gezellig mee. Join the race. Iedereen, als je nog een race mee wil doen, je hoeft alleen maar uitroepteken play te typen. En dan doe je gezellig mee. Wie wint deze laatste race? Alle racewinnaars worden opgeschreven. We hebben ook een hele spreadsheet. Die is alleen nog even niet bijgewerkt. Die werd bijgewerkt door iemand genaamd Ajax Sven. Maar hij heeft op dit moment geen tijd. En daar kan je wel heel veel resultaten zien in alle punten bij elkaar opgeteld. Maar zijn jullie team Robin of team Sander? Ja, allemaal team Robin. Altijd. Altijd. Nooit iemand is van mij. Team Robin. Ach, jeetje. DNF Spooky Session 11, 10, ik win en dan nog een laatste race. Ja, dat kan ook, hè? Dat kan ook. Vergeet het niet. Als het gelijk spel staat, dus als Robin bijvoorbeeld tiende wordt en Spooky finish niet, dan moeten we nog een race doen. Dat is in de originele rulebook staat dat sinds het begin. Dus dat betekent dat iedereen daaronder mogelijk ook weer een kans maakt. Het zou zomaar kunnen gebeuren. Het is tijd voor de final race. Het is zo spannend, maar we zijn onderweg. Wie gaat het worden? Wordt het Spooky of wordt het Robin? Het kan alle kanten op gaan, Hiro. Oh, de spanning is om te snijden. En wie wint de laatste race, Hiro? Daarna hebben we trouwens ook nog een Battle Royale. Dat is een standalone cup. En de Battle Royale van vorige week was echt de saaiste Battle Royale ooit. Maar laten we hopen dat we er wat leuks van kunnen maken. We hebben nog een Battle Royale en dat is een standalone cup waar je elkaar moet killen. En we hebben Stefan Hiro op dit moment via deze kant. Godfather Ken ook. Werner, Bas. Ook gewoon Robin. En Spooky zit aan de linkerkant. Oeh. Na de vorige race. Ik weet niet wat je bedoelt, Storm. Dan heb ik niks gemist. Saai, dan heb ik niks gemist. Ja, het was echt super saai. Het was zo random ook, hoe iedereen doodging. Dat ging echt... was heel snel voorbij, kan ik je zeggen. Godfather Ken gaat heel lekker. Martje, die wil ook nog wel een race winnen. Spooky heeft moeite om eruit te komen. Maar waar is gewoon Robin? Gewoon Robin is er al uit!
Robin is er al uit. Dat betekent dat het al klaar is. Oh my god. Spooky valt er ook vanaf. Ja, het is nog onzeker of ze goed gaan racen. Oh my god. Maar wie wint hem dan? Wie wint de race? Wordt het Martje of wordt het deze kapitein Stammes? Uh-oh. Nou? Shattered Dreams. Dit is Shattered Dreams. De boosters staan de andere kant op. Je dromen worden geshattered aan het einde. Wordt het dan toch Martje? Het is Martje. Martje wint de laatste race. Wat? Wat? Holy moly. Nou, dat was de finale. Dat was het kampioenschap. 1 punt verschil. Team Sander Thomas. Yes! Oh my god. Storm Awards komt dichtbij voor Storm. Meen je niet. Een applausje voor Martje84. Martje84 wint deze race. Werner de Mick op 2. Jesse de Gamer op de 3e plaats. Ook fantastisch gepresteerd. En Spuitelf, jij bent de laatste die over de finish ging. Die niet DNF is gegaan. 23-1 voor de subs. Dus de non-subs hebben toch 1 punt gepakt. En de subs niet. En dan gaan we dit disablen. Want het is tijd voor de standalone Battle Royale. It's one fight. One time only. En wie wint het? De regels zijn heel simpel. Ik zal ze nog even uitleggen. Je kan hier dus gaan joinen. Je start dan in de arena. En in deze arena met uitroepteken play. Dan komt je marble gewoon weer. Je knikker. Maar dit keer met een health bar. Je levensbalk. En je levensbalk die kan natuurlijk naar beneden gaan. En hoe gaat die naar beneden? Nou, dat gaat naar beneden als jouw knikker iemand anders raakt. Of als iemand anders jouw knikker raakt eigenlijk natuurlijk meer. En als jij iemand anders raakt, dan kan je schade aandoen aan andere mensen. Maar, wat is nou de inbreng die je nog hebt? De inbreng is simpel. De AI die gaat zijn best doen voor jou om als marble iedereen te killen. Maar je hebt nog een eigen inbreng. Uitroepteken target kan je namelijk typen in de chat. En dan kan je iemand zijn naam kan je gaan uitkiezen. En bijvoorbeeld als Spuitelf graag Queen in Pink wil targeten, dan kan Spuitelf uitroepteken target Queen in Pink doen. En dan zal Spuitelf er alles aan doen om achter Queen in Pink aan te gaan. Uiteindelijk overleeft maar 1 iemand natuurlijk deze Battle Royale. En dat is de winnaar van onze stand Alone Cup. Get ready for the next battle. En jij weet waar het over gaat. Komt eindelijk weer een nieuwe Perfect Dark game. Damn. Dat is sinds bijna GoldenEye tijdperk. Here we go! We zijn begonnen! We zijn begonnen en daar gaan we dan. We hebben Storm MV33, gewoon Robin. 80 donaat 1611 bits. 1611! 1611! Oh! Martje84 met de 1611. Dat betekent dat we sowieso geen kluitje Battle Royale gaan krijgen. Dat gaat het leuker maken. Dat gaat dit een leuke Battle Royale maken, ladies and gentlemen people. Want nu gaat iedereen naar de power-ups. En je ziet het, de spreiding komt er al. We hebben overal dikke airdrops. Even zelfreclame. Martje84. Wie pakte de Your It? Bas! Iedereen is getarget op Bas. Wow! FA Rockboy vliegt tegen de steen aan. We hebben een Battle Dome. Oh, wow. Kijk dit! Oh my god. Kijk dit. You're it. Dit wordt een massamoord. Spuitelf killt Spobot. Spuitelf killt Henny. Werner killt Jesse de Game Boy. It's a top 10 situation. What? Battle Dome complete. Oh my god. Ik heb nog nooit zoiets gezien.
Ik heb nog nooit zoiets gezien. Dat was de ergste massacre die ik ooit heb gezien bovenop elkaar. Zag je hoe iedereen op dezelfde centimeter was? Tornado. Martje die zit hier met een tornado met full health gewoon nog te chillen. Holy shit, zag je dat? Healing een tornado ring. Gemixt met zo'n kleine doom. En dan iedereen werd in het hoekje geplet. Dat was hetzelfde als zo'n kraut stadionpletterij. En nu hebben hun dus heel veel dingen die ze kunnen triggeren. Heel veel power-ups die ze kunnen triggeren. Martje nog steeds lekker bezig. Oh, dat had ik nog nooit eerder gezien. Dat was wel heel heftig, zeg. Dat was letterlijk alsof mensen werden vertrapt in zo'n stadion, weet je. Waar het publiek veel te overcrowded is. Oh. Kijk, hoe het begon, dat was logisch, weet je wel. Dat het dan relatief snel ging. Maar op een gegeven moment was het echt abnormaal. Martje die is getarget op Robin. Maar Robin is op Martje. Black en hole, Thomas is hole. Ook op Martje. Er wordt een black hole getriggerd door Thomas. Die dus daar in zijn eentje vastzit in een black hole. En Robin en Martje proberen elkaar hier te raken. Martje heeft wel wat held eraf. Maar Martje die lijkt wel te dodgen. Kijk dan, pak me dan, pak me dan. Het wordt maar niet geraakt. Ze raken elkaar maar niet. Holy moly cannoli. En dan komen er natuurlijk gewoon nog airdrops. Die komen size weer opnieuw. Ring. En wordt een size ring geactiveerd door Robin. Dit wordt zo heel interessant. Want kijk hoeveel er respawnen. Laser. Martje pakt een laser. Black hole. En heeft een black hole voor zichzelf. Dat betekent dat hij hier vast blijft zitten in de black hole. En dat hij dus gaat schieten tornado. Van afstand op Thomas nu. Hij schiet op Thomas. Hij is veranderd van persoon waar hij op getarget is. Oh! Dat was heel dichtbij geschoten, zeg. Dat was echt heel dichtbij geschoten. Thomas zit in een tornado en Martje gaat er dwars doorheen. Martje zit nu ook in de tornado ineens. En er komt een Battle Dome, maar Martje zit eens eentje vast in de Battle Dome. En Thomas, waar komt hij nou weer vandaan? Kijk al die Dome-winners ook. What the fuck, kijk die Dome-winners. What the heck? Oh, Martje met een clean hit op slimme Thomas. En nu is het weer in de finale met Robin. Robin heeft de finale verloren van Spooky 1611. En nu is het weer 1 op 1 kans. 1 op 2 bedoel ik. 1 op 2 kans om hier een prijs binnen te slepen. Wordt het gewoon Robin of tornado. Wordt het weer net de tweede plaats? Wordt het weer de tweede plaats? Oh, gewoon Robin probeert het en zegt kom dan zelfs in de chat. Gewoon Robin zegt zelfs kom dan als een soort chat. Oh, dat was een hit op gewoon Robin volgens mij van Martje. We gaan even in slow motion kijken wat hier gebeurt. Want we hebben ook een laser van Martje natuurlijk. Daar kwam de laser van Martje weer terug als een soort boomerang. Martje die zit erachter, maar Martje wordt vastgezet door een UFO. Maar hij heeft wel een laser en raakt gewoon Robin. En Robin kan niet naar Martje toe, want die zit nog steeds vast. Oh, de laser mist weer. Martje probeert uit de UFO te komen. Wat? We have a laser. God. Hij zat in de physics, zat hij vast in de grond. Want je wordt de grond ingebeukt. Oh. En hij zit op het laatste moment, daarom is hij net op het randje. En dan... Pow! Toen deed ik slow motion daarna. Daarna deed ik slow motion, maar hij ging zo hard. Hij ging echt gewoon veel sneller dan een Formule 1 auto. Kijk, wanneer die dan trager gaat, dan doe ik hem in slow motion. Maar what the heck, anders dan hadden we hem helemaal gemist. Oh, Robin mag ook nog wat winnen. Robin mag ook nog wat winnen. Oh mijn god, ik ga helemaal stuk. Oh, ik ga helemaal stuk. Gewoon Robin is de winnaar van deze Battle Royale. Heeft maar 1 kill gehad. Heeft niet eens hoeven te killen voor de win. Oh mijn god. Rent gewoon weg van Robin. Vindt Robin toch wat te eng.
Martje dus op de tweede. Maar ja, dat is geen tweede plaats. Meeste kills gaan naar Spuitelf. Die heeft er namelijk 3 vermoord. En ja, wat daar gebeurde in die dome? Ik heb geen flauw idee wat daar gebeurde in die dome. Want dat ging zo ongelooflijk snel. Like, wat gebeurde er... Hier, oh, kijk dan ook. Hoeveel mensen daar... Kijk ook hoe snel het dan ineens gaat. Daar. Kijk daar. Wow! Dat is echt niet normaal. Weer twee dingen die we nog nooit eerder hebben meegemaakt. Mede mogelijk gemaakt door Martje84. Oh my god, ik heb tranen in mijn ogen. Oh, geniaal. Oh, jongens. Jeetje mina, het podium van vandaag. Oh... Op de derde plaats van deze Grand Prix of Marbles Championship hebben wij... Godfather Ken! Een applausje voor Godfather Ken. Jij hebt deze early... Hey, dat is Aladdin. Dat is gewoon het tapijtje van Aladdin. Deze early Grand Prix of Marbles, toch mooi derde. Op de tweede plaats van deze Grand Prix of Marbles Championship bevindt zich... Gewoon Robin! En je kampioen, you know it, Spooky 16 up! Yes! Oh my goodness. En we hebben dit als volledig resultaat. 1 punt verschil, 2-13, 2-12, daarna 1-85, 1-79. Werner kwam nog dicht bij het podium. Bas kwam ook nog dicht bij het podium. Henny Keumers op 6, Martje op 7, Jesse de Gamer op 8, Storm op 9 en Slimme Thomas op de 10e plaats. Dat ziet er heel goed uit. Meeste racewins van vandaag gaan naar Robin, Godfather Ken, Bas en Martje met 3 racewins. Spooky moest het doen met 2. En de Storm Award gaat vandaag naar... Spobot, Storm, Jesse de Gamer, Martje en Henny Keumers. Gefeliciteerd, Storm die gaat hem delen. Show the love, spread the love. Iedereen die het vaakst van de baan af is gevallen, gefeliciteerd. Geweldig gedaan. We kijken ook nog altijd naar wie er het beste doet in de maand. En dit was natuurlijk de eerste dag of de eerste week van de maand. En met de tweede week erbij ziet het er zo uit. Spooky 1611 bovenaan met 350 punten. Gewoon Robin de net achter met 327 punten. Jesse de Gamer met 320 punten. Er ook heel dichtbij. Dat heb je heel netjes volgehouden. Henny Keumers daar net achter. En dat ziet er dus heel goed uit. En dat maakt het en houdt het heel spannend voor de rest van de maand. De meeste racewins tot nu toe zijn van Godfather Ken. Die heeft 5 keer een race gewonnen. En als we het nu zouden afvlaggen, zou de Henny Keumers, ik bedoel de Storm Award, zou gaan naar... Ja. Henny Keumers, je mag bijna jouw award weer terug als je het gaat worden deze maand, man. Dan gooien we hem gewoon weer de titel weer terug. Ladies and gentlemen, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze livestream. Oh, er zijn nog 3 zondagen. Wow, dan kan er nog helemaal alles gebeuren, makkelijk. Dan zegt dat nog helemaal niks. Dan zegt dat echt nog helemaal niks. Ik heb ervan genoten. Dankjewel voor supporting the channel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden met de energie waarin we dit deden. Ik hoop dat jullie het ook weer lachen vonden. Ik heb me doodgelachen. Leuke gesprekken. Dankjewel voor de socialiteiten en alles erop en eraan. En ik hoop jullie de volgende keer weer te zien. We zijn elke dag live, maar dit doen we elke zondag. Je bent altijd welkom to tune in. En thank you for enabling me om dit te kunnen blijven doen. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Slaap lekker zometeen, maar eerst geniet van de Formule 1 race of wat je ook maar gaat doen. Al ga je gewoon lekker chillen of Netflix of wat dan ook. Enjoy your evening. Bye bye! Oh my god, de koning wordt opgegeten! We zien je. Even kijken vanuit de ogen van Nien Kerpersen. Wow! What? Het zijn niet echt veel mensen. Oh!
Jezus. Jongen, je schiet je man. Ik ga dit doen. Oh! Wat? Ik zag een tank vliegen. Dat was toch awesome? Oh. Timo, hoe snel kan je de ketting van die BMX'en terug opleggen, denk je? Ja. Goed antwoord, ja. Ik heb wel ammo, maar ik heb geen ammo. Ik zie hem weglopen. Wat? What the fuck? What the fuck? Hij kroop heel hard. Oh shit, ze komen. Hele tijd stil, ineens zie je. Oh my god, zoveel gasten uit de bossen! Mooie set, Piet. Wow, skip it! Uh-oh. Oh, hij komt wel. Loris, get down! Au, 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 au. Die animatie bleef! What? Am I doing it? Ah, ik drifte, maar toen ging ik...